vijf jaar voorbereiding was het vorige maand eindelijk zover. De deuren van het Indoor Mountainbike Center in Almere gingen open. Ja, eindelijk kan er binnen op de mountainbike worden gereden. En aan de we hebben contact met Debbie Ottenhof. Zij is mede-eigenaar van het Indoor Mountainbike Center. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, eindelijk open. Gefeliciteerd. Dankjewel. Het heeft even geduurd, maar we zijn heel blij. Ja, want jullie hadden veel gedoe rond de vergunning van de gemeente. Maar het is dus uiteindelijk gelukt. Ja, klopt. We zijn hier op deze locatie waar we nu zitten. Ik zal eventjes een beetje proberen om het een beetje in beeld te hebben. Ja, beschrijf het even. 4500 vierkante meter, we hebben hier 4500 vierkante meter route. En daar zijn we 5 jaar geleden begonnen om dat te gaan graven. Ja, in de kast. Deze locatie. Ja, klopt. Ja, dat vergeet ik eigenlijk helemaal te zeggen. Zo logisch voor ons inmiddels, maar het is in een kas. We hebben eigenlijk al heel tijd de droom gehad, ik denk al gauw 1 jaar of 10, om dat mountainbike een keer indoor te kunnen doen. Uiteindelijk, na heel veel procedures en marktonderzoeken en noem maar op, hadden we de medewerking van de gemeente. Toen hebben we deze locatie gekocht en toen was de medewerking ineens wat minder. Waardoor we echt een strijd hebben moeten leveren om de vergunning alsnog te krijgen. En dat is nu 5 jaar na dato bijna is dat gelukt. Ja, want jullie, het is niet zo gek dat jullie op de buitenvaart zitten in Almere Buiten. Want daar is een heel groot kassengebied. Dat liep op een gegeven moment een beetje dood, de teelt van bloemen. Omdat het niet groot genoeg was. Dus zijn allerlei ondernemers wat anders begonnen. En jullie bedachten ineens, ja, mountainbiken kun je buiten. Maar dat doen wij lekker binnen. Hoe is dat idee ontstaan? Nou, dat komt eigenlijk door mijn vader. Die is hier niet nu, maar die heeft een jaar of 10 geleden had hij een keer een toertocht gedaan. En dat was buiten en dat was heel erg tegengevallen. Het was heel slecht weer. Zijn onderdelen op zijn fiets waren helemaal naar kapot gereden. En uiteindelijk had hij zoiets van, dat moet toch ook binnen kunnen. En wij zijn hier in deze buurt al heel lang tuinder. Mijn vader die is ook tuinder van origine. Mijn opa was tuinder en wij kweken ook nog steeds in een andere kas tropische kamerplanten. En daar komt ook wel een beetje dat kweken vandaan. We hebben echt wel heel veel affiniteit met groen, groeien. En ik denk dat voor heel veel mountainbikers of heel veel buitensporters in het algemeen een groene beleving, natuurbeleving heel belangrijk is. En toen hadden we zoiets van, dan moet je eigenlijk gewoon kijken of je een soort van indoor bos kan laten groeien. En dan gaan we daar een route in maken. En dat is uiteindelijk wat we ook echt gedaan hebben. Dus dat is ook echt het resultaat van wat jullie zo nu een beetje om mij heen achter mij zien. Ja, we zien veel groen inderdaad. En dan natuurlijk het parcours waarop je kunt fietsen. Hoe werkt dat nou precies als mensen bij jullie willen fietsen? We hebben eigenlijk 3 verschillende routes gemaakt. Dus we hebben makkelijk, gemiddeld en moeilijk. Voor ons ook een beetje uitzoeken van waar ligt dat niveau van de meeste mensen? Vinden mensen het te makkelijk of vinden ze het misschien te moeilijk? Nou, het lijkt erop dat we het aardig goed hebben en we zijn altijd nog bezig om nieuwe dingetjes te doen. Maar als iemand hier binnenkomt, nieuw, die nog nooit gefietst heeft, die kan bij ons een fiets huren, die koopt een entreekaartje. Vervolgens geven we kort wat uitleg over de route, waar moet je op letten. Zorgen dat het in ieder geval veilig kan, dat is het allerbelangrijkste. En dat ze met veel plezier het mountainbiken leren kennen. En dat kan dus vrij, dus je kan gewoon in je eentje lekker of met je gezin gaan mountainbiken. Dat kan ook bijvoorbeeld in de vorm van een clinic. Dus zo hebben we verschillende segmenten eigenlijk die we aanbieden om mensen kennis te laten maken met mountainbiken. En dan heb je natuurlijk ook nog echt de wat meer diehards die natuurlijk al heel bekend zijn met mountainbiken en echt wel graag de wat grotere sprongen doen. De wat gekkere dingen die je in een park wat sneller tegenkomt dan op een gewone buitenroute. Dus daar proberen we ook echt in te voorzien dat degenen die wat meer techniek bezitten ook hier een leuke uitdaging vinden. En dat mag nog weer steeds weer moeilijker en nieuwer en beter. Dus daar zijn we eigenlijk continu mee bezig. Ja, nou liet je net al een beetje doorschemen dat het heel groen is in de kas. Hè? Wordt het dan na enorme bomen? Of hoe groen wordt het nog? We moeten dus echt wel heel regelmatig water geven. Dat doen we nu nog steeds met de hand. We hebben al wat verschillende watergiftsystemen geprobeerd. Maar we zien dan dat de route te nat wordt en de bomen alsnog te weinig water krijgen. Het is natuurlijk wel een beetje zo, water en licht enzovoort. Nou, dat zorgt er toch wel voor dat zo'n boom goed groeit. Dus we hebben wel een aantal grote exemplaren. Hier achter mij zie je eentje. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Ja, hoe voorkom je nou dat het straks uit die kas groeit? Nou, we snoeien. Dus zorgen er ook voor dat die. Zo hier staat een. Even kijken. Ik had ergens een gesnoeide boom staan. Kijken of ik hem in beeld kan krijgen.
Hier achter mij staat ergens een gesnoeide boom. Ja, je moet op de regelmatig bijpunten, al die takken. Dat het niet over de route gaat hangen. Nou is het zo, mooi dat jullie open zijn. Maar wel balen dat het tegelijkertijd met die coronamaatregelen allemaal rondkwam. Hoe is dat voor jullie? Ja, nou gelukkig mag er nog steeds gemountainbiked worden. Het is voor ons natuurlijk wel een soort van gekke start. Want ja, ondanks het feit dat we echt wel heel veel belangstelling hebben... is het natuurlijk een beetje gek meten. Het is natuurlijk altijd anders als mensen in grote getalen op zoek zijn naar een uitje om te doen. Dat is nu bijvoorbeeld ook teamuitjes enzovoorts. Ja, dat gaat eigenlijk allemaal niet door, omdat dat natuurlijk niet mag. En terecht ook. Dus ja, dat zijn dingen die wel wegvallen. Maar ik moet zeggen dat de belangstelling die we hebben, dat mogen we echt niet overmopperen. En we zijn heel blij dat het fietsen überhaupt mag. Dat is voor ons echt een winsituatie ten opzichte van 2 maanden geleden toen we nog dicht waren bijvoorbeeld. Maar er valt dus goed coronaproef te fietsen bij jullie. Ja, gelukkig wel. Ja, we hebben genoeg ruimte. We hebben ongeveer, als je alle lijnen fietst, hebben we ongeveer 4 kilometer binnen liggen. En over die 4 kilometer verspreiden mensen zich prima. Dus we zien ook bijvoorbeeld dat beginners en gevorderden elkaar ook niet in de weg zitten. Je kan elkaar steeds op verschillende plekjes inhalen als je dat nodig vindt. Of eventjes stoppen als je dat wil. Dus ja, onze capaciteit ligt eerder op, zeg maar... 40, 50 personen hier binnen te laten fietsen tegelijkertijd. En momenteel houden we dat op 30 om gewoon te zorgen dat er overal genoeg ruimte is. En dan niet alleen over de fietsruimtes, maar juist ook de niet-fietsruimtes. Dus als bijvoorbeeld de toiletten, de horeca die dan nu gesloten is. Hè, dat is ook een plek waar we minder ruimte hebben per saldo. Dus dat is... daar houden we wel rekening mee. Nou, fijn dat het allemaal open is. Debbie Ottehof van Indoor MTB in Almere. Dank je wel. Nog even het adres. Waar zitten jullie precies? Wij zitten dus in Almere de Buitenvaart. Ons adres is de E. Heijmansweg nummer 8. En wij zitten echt aan het grensgebied van de Oostvaardersplassen. Dus echt voor een dagje uit kun je bij ons prima terecht. Heel erg goed. Dankjewel, Debbie Ottehof.